Welkom bij iCademy, de internetopleider van Nederland. Ik wil je graag een voorproefje laten zien van deze e-learning cursus. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld. Centraal in deze cursus staat de interactieve presentatie. Verder krijg je een e-book met de complete lesstof. Ten slotte bevat deze cursus opdrachten waarmee je de opgedane kennis direct kunt oefenen. Je sluit de cursus af met een toets. Haal je hiervoor een voldoende, dan ontvang je een gewaarmerkt certificaat als bewijs van je kennis. Blijf kijken, want je krijgt nu een selectie te zien van schermen uit de interactieve presentatie. Zorg bij het plannen van de tijd dat je gaat leren voor een marge. Er zijn altijd onderdelen van de stof die meer tijd kosten dan gepland. Wees ook niet bang om aanpassingen te doen in je planning waar nodig. Zolang je je maar aan de planning blijft houden. Begin 's morgens vroeg met leren en probeer het ritme aan te nemen van een gewone school- of werkdag. Begin rond 8:30 en ga door tot 6:00, met rond 10:00 en 3:00 een kwartiertje pauze en een 30 minuten tussen de middag. Het kan moeilijk zijn om aan zo'n ritme te wennen, maar het is wel het meest effectief. De avond kun je gebruiken om, wanneer je heel gemotiveerd bent, wat extra te oefenen of te leren. En anders om uit te rusten en leuke dingen te doen. Ga wel op tijd naar bed, want de volgende morgen is het weer vroeg dag. Een tip om aan extra studietijd te komen, is wanneer je je studietijd kunt combineren met andere bezigheden. Denk daarbij aan luisterlessen tijdens het wandelen of fitness, of aan vragenkaartjes voor in de trein. Ook kan het helpen als je bij het maken van je planning al opschrijft waar je de te leren informatie kunt vinden, op welke manier je wilt gaan leren en hoeveel tijd je eraan kwijt wilt zijn. Mindmapping is dus een goede manier om te leren, vooral als je kleuren gebruikt. Maar wat is een mindmap nu precies? Een mindmap is een manier van samenvatten waarbij met behulp van beelden, kleuren en steekwoorden een samenvatting gemaakt kan worden op een A4 of A3. Nu denk je misschien: ik kan helemaal niet tekenen, of ik ben helemaal niet creatief. Gelukkig is dit niet nodig bij mindmapping. Je creativiteit wordt vanzelf gestimuleerd en het is niet nodig dat de tekeningen eruit zien alsof ze door een kunstenaar gemaakt worden. Het enige wat belangrijk is, is dat de maker van de mindmap alles snapt. Wanneer hij de mindmap dan weer onder ogen krijgt, weet hij meteen wat het allemaal betekent en waarom het te maken heeft met het bewuste onderwerp. Schrijf je vandaag nog in op iCademy.nl.